Ruud Bommans, welkom bij NEC. Je hoopte te spelen vandaag in deze derby van Gelderland. Dat is je in ieder geval gelukt. Ja, inderdaad. Half uurtje meegepikt. Na een schitterende wedstrijd. Ging heel hoog tempo, ging op en neer. Ik denk dat het ook meer dan verdiend was dat wij deze punten gepakt hebben. En dat we hier met 2-1 naar huis gaan. Ja, Alex Pastoor liet tijdens de wedstrijdbespreking een foto zien met intensief juichende spelers. Omdat hij beleving wil zien. Heb je die beleving gevoeld vandaag? Bij de doelpunt bedoel je? Ja, sowieso. Ik heb beleving zeker gezien. Bij de eerste goal helemaal, bij de tweede goal. We gingen allemaal uit ons dak, denk ik. En goed, dat hoort zo. Helemaal in een derby. Dan komen emoties los. En dan maakt het allemaal extra mooi. Ja, want zo zit je op zo'n bank in zo'n wedstrijd, tijdens een wedstrijd. Wat zie je dan eigenlijk allemaal om je heen? Wat denk je dan op zo'n moment als je zo naar al die supporters kijkt? Nou goed, dat begon gisteren al op de training. Daar was ik enorm door verbaasd. Ik vond het geweldig. Zoveel vuurwerk, zoveel supporters hebben we nooit meegemaakt in een derby. Fortuna MVV is normaal gesproken ook een mooie derby. Maar dit overtreft toch eigenlijk al mijn verwachtingen. En helemaal ook vandaag. De supporters bleven zingen. De supporters gingen helemaal uit hun dak. En dat we dan 2-1 winnen is alleen maar een mooie beloning voor hem. Ja, dan hoop je natuurlijk iets toe te voegen in zo'n wedstrijd. En uitrekenen ben jij degene die dan de winnende goal maakt in deze derby. Ja, nee, dat is mooi. Als je gehaald wordt voor doelpunt en je maakt meteen de winnende, dan is het schitterend. Maar goed, niet te vergeten dat de jongens keihard gewerkt hebben om dat mogelijk te maken. En daar ben ik alleen maar blij voor. Ja, dan krijg je nog een kans natuurlijk op het afleggen van Van der Velde. Die ging er dan helaas niet in. Maar je was ook moe, hè? Ik zat er helemaal doorheen. Invallen is zo moeilijk. En als je dan na anderhalf jaar eigenlijk weinig gespeeld hebben, een half uur moet invallen op dit tempo, dan hakt dat er best in. Maar goed. Je moet kritisch blijven. Ik had eindelijk nog eentje bij mogen maken. En dan was het 3-1, dan was het helemaal klaar geweest. Maar goed, 2-1 winnen is nog steeds mooi. Wat is vandaag de doorslaggevende reden geweest dat jullie van Vitesse wonnen? Ik denk dat wij meer als een team gevoetbald hebben. We hebben ons uitstekend aan de opdracht gehouden die de trainer verteld heeft. We hebben allemaal taakbewust gespeeld. Met veel passie, met veel emotie. En dat heeft ons die 3 punten opgeleverd.